En dames en heren, waar zouden we zijn zonder 14 fantastische backing vocals? Er zitten ook hele prachtige solisten tussen. Nu gaan we alweer naar het allerlaatste blok. En het allerlaatste blok, dat zal toch werkelijk moeten spetteren. Maar dat gaat het ook. Daar kun jij meer over vertellen. Ja, want we gaan een kleine ode brengen aan misschien wel de allerbeste, allergrootste rockster die ooit onze aarde heeft bezocht. Hij was al heel kort, want hij stierf al in 1991 aan de gevolgen van AIDS. Ik heb het natuurlijk over Freddie Mercury. En van zijn prachtige muziek, of eigenlijk van zijn band van Queen, is er een musical gemaakt, We Will Rock You. En vanavond gaan we een aantal van die fantastische nummers van Queen hier ter horen brengen. U gaat genieten van We Will Rock You. Ik kan het verhaal gaan uitleggen. Ik heb het gezien. Ik heb vooral genoten van de muziek. En daar wil ik het eigenlijk bij laten. Dus dames en heren, geniet u van We Will Rock You. Somebody, can anybody find me? Somebody!
somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Is it raining in heaven? Do you want us to cry? Everywhere the lonely hearted, on every lonely avenue, no one could bridge them. To live forever.
died for us. Who wants to live forever? Who wants to live forever? Touch my tears with your lips. Touch my world with your face.
Dit was dan de avond. En dan krijg je altijd een tijdstip dat je met alle plezier en alle liefde mensen wil gaan bedanken. Maar de allergrootste dank van mij uit gaat naar Frits Baaiens. En er mag meteen al voor geklapt worden. En u klapt maar gerust door voor het Breda's Festival Orkest. Met de 14 fantastische backings. Mijn dank is groot. En ik wil heel graag persoonlijk nog 3 mensen bedanken. Dat zijn de bestuursleden van Roes. Mijn broer Anton, mijn oudste broer. Gitaristen ook in het Breda's Festival Orkest. De Manus van alles, Raymond Leuverink, die ook hier achter de schermen ontzettend veel geregeld heeft. En ik kan wel zeggen, mijn rechterhand, Rowan Boele. Heel blij met jou. Ja, dames en heren, maar voordat wij definitief afscheid van u nemen... en wat was het weer een heerlijk Spanjaards Gatconcert... wat was het weer een feestelijke musical in... en wat super dat we, ondanks toch een beetje kou... nog steeds hier tegen een supervolle zaal aankijken. Dat is echt onwijs fijn. Dus publiek, ook u onwijs bedankt. Want zonder u ja, was er eigenlijk helemaal niks. Dus een heel groot applaus voor uzelf. En daarnaast wil ik nog een klein bescheiden applausje. Hoeft niet te lang, maar mag wel een klein beetje. Voor mijn medepresentator van vanavond, dames en heren, Richard Spijkers. En omdat je beter praat dan zingt, ook graag een applaus voor Tessie Moerenhout. Bij deze beloof ik volgend jaar, op dit toneel, zing ik een liedje. Zou ze dit jaar al gedaan hebben. Ze zingt prachtig overigens, hoor. Ja, maar goed, volgens 3 choreografes wil ik heel erg graag toch echt even noemen. Tamira, Renske en Birgitta. En ik weet dat Tamira er is, ik weet dat Birgitta er is. Ik weet niet of Renske er is, maar zo hoort het vast. Onwijs bedankt voor jullie inzet. Als je nog ergens achter het toneel bent, laat je hoofd maar even zien. Zij hebben ervoor gezorgd ja, kom maar, Birgitta. Dat iedereen dezelfde is kant Tamira op hier? Beweegt. Onze tapjuf. Ja, dankjewel Birgitta, het zag er fantastisch uit. En Tamira, ja daar komt ze aan. Helemaal overgevlogen met een helikopter vanaf de Flying Dutch. Dankjewel Tamira. En dan rest mij nog een heel belangrijk man aan te kondigen en te bedanken. Ik denk inmiddels 1,5 jaar geleden, bijna 2 jaar geleden, een kopje koffie. Wilfred van der Kloet en ik. En toen bekokstoofden wij de eerste musical al in vorig jaar. En dit jaar staan we er dus weer. En wat mij betreft komt het elk jaar weer terug. En deze duizendpoot en creatieve man wil ik graag nog even het woord geven. Dames en heren, Wilfred van der Kloet. Dankjewel Richard. Dames en heren, ik hoop dat u vanavond genoten heeft. Want deze avond is precies wat het Spanjaards Gatfestival beoogt. Het ontplooien van het Breda's talent. Breda heeft ontzettend rijk verenigingsleven met heel veel talent op muzikaal en vocaal niveau.
Deze avond hebben drie generaties aan meegedaan. De jongste was 8 en die ligt misschien al in bed. En de oudste staat achter de contrabas. Leen. En dat is... Dat is natuurlijk het mooie dat je met drie generaties zo'n productie in elkaar kan zetten, dames en heren. Ik wil ook namens de stichting toch nog even weer iedereen bedanken. Het geweldige Breda's Festival Orkest onder leiding van muzikaalleider en dirigent Frits Baaiens. De backing vocals. Alle vocalisten en dansers van Muziektheater Roes. De mannen van Licht, Geluid. En niet te vergeten onze twee geweldige presentatoren, Tessie Moerhout en Richard Spijkers.